bij een nieuwe weekendvlog. Het is vandaag zaterdag. Het is hier hartstikke druk omdat ik alles heb dichtgelaten. Het is namelijk behoorlijk warm vandaag. Het wordt 27 à 30 graden. Is behoorlijk warm. Dus ik heb lekker alles dichtgelaten hier. Mijn kamer is super netjes opgeruimd. Dus waar ik heel blij mee ben. Ik ben inmiddels wakker geworden. Ik heb de weekvlog geëdit. Want die moet natuurlijk maandag online. Dat had ik nog niet gedaan. Dus dat heb ik gedaan. En als jullie de weekvlog hebben gezien, heb ik aan het einde gezegd dat ik al mijn nieuwe spullen zou laten zien. En dat ga ik natuurlijk ook nog even doen nu. Dus ik ga even zitten en ik ga het jullie allemaal even laten zien. Goed, wat heb ik nou allemaal voor nieuwe dingen? Nou, ik heb gisteren allereerst een nieuw horloge gekocht. Mijn horloge was stuk gegaan en ik had nu dus geen horloge. En ik denk, ja, weet je, ik had weer zo'n horloge van, dat was geloof ik 10 of 15 euro. Ik denk, ik kan nooit heel veel weten. Dus die is stuk. Dus ik heb gisteren een nieuw horloge gekocht. Dit is het horloge. Ik vind hem echt super, super, super mooi. En hij was 30. Gisteren is ook mijn nieuwe hoesje binnengekomen. Dit is mijn hoesje. Hij is blauw. Het is een 360 hoesje. 360 graden hoesje. Dus hij zit er helemaal omheen. Natuurlijk heb ik ook mijn nieuwe popsocket er nu op zitten. Kijk, zo is hij natuurlijk stukken beter. Het hoesje is marble. Kijk hoe mooi. Kijk de achterkant. Ik vind hem echt heel erg mooi. En om maar gelijk door te gaan, ik heb ook nieuwe schoentjes gehad. Gisteren bij de CNA was ik op zoek naar een jurkje. En daar kon ik niet heel veel leuks bij vinden. Ze hadden niet zo heel veel dingen. Dus ik heb deze fletjes gekocht. En ik vind ze heel erg leuk. Ze doen nog wel een beetje zeer, omdat ik heb niet echt van die voeten om op fletjes te lopen. Goed, ik heb me even gauw omgekleed. Ik heb even gauw een wit shirtje aangedaan en een bewerkte korte broek. Ik ga namelijk even naar de winkels, naar kledingwinkeltjes, om te kijken of ze daar iets van een jumpsuit hebben. Want ik heb alleen maar hele donkere jurkjes. Ik heb terwijl die bruine die ik net aan had, deze. Maar dat zit gewoon niet zo heel erg lekker. En ik wil heel graag een jurkje aan. Ik wil niet met een halve broek. Ik heb ook heel weinig korte broeken. Ik heb alleen maar van die halve broeken. Dus ik wil even kijken of ze iets van een jumpsuit of zo hebben daar. Of een jurkje of iets anders leuks. En ja, dan zien we wel hoe en wat als ik terug ben. In het zonnetje. Ik ga even wat huiswerk doen en muziek luisteren en hopen dat het ook snel klaar is. En dan passen we hier lekker op Jesse, mijn oom, mijn tante, Kevin, mijn opa en nog meer mensen. Die gaan straks naar de een of andere trek en trek of zo, weet ik veel. En dan even mijn oma en ik hier, die gaan op Jesse passen. Dus ik zit lekker in het zonnetje, een beetje bijkleuren. Ik ben goed ingesmeerd, dus hopelijk word ik niet te rood. Ja, moet jij weten. Ja, op het laatste moment. Ja! Yay!
wel blazen. Nou, dat was het. Het is vandaag zondag. Gisteren was een ontzettend leuke verjaardag. We waren ook best wel laat weer terug. Dus ik ben daarna lekker gauw mijn bedje ingegaan. Ik was best moe. Ik zit nu lekker in de tuin. Ik ben lekker wakker geworden. Ik heb lekker geen make-up op vandaag. Ik heb wel mijn nieuwe jurkje aan. Die wil ik wel even gauw laten zien. Gisteren is er namelijk nog een bestelling binnengekomen die we besteld hebben. Dit is het jurkje. En je hoort eigenlijk een soort driekwart legging onder. Maar die... Omdat hij nieuw is, kietelt hij heel erg en kribbelt. Dus die moet nog even in de was. Dus dit is mijn nieuwe jurkje. En ik heb... Ja, wat schoentje. Dat zijn van die bootschoentjes. En ze zitten zo lekker. Dus ik ben er heel erg blij mee. Ik zit nu lekker in de tuin. Even wakker worden. Ik was nog even lekker filmpjes aan het kijken. Ik ga nu even wat dingen doormailen die ik moet doormailen. En dan gaan we zien wat er vandaag voor de rest gaat gebeuren. Ik weet het verder niet. Ik heb geen plannen. Voornamelijk waarschijnlijk een rustige dag, maar ja, je weet het niet. Misschien dat er wel iets heel anders gaat gebeuren vandaag, ik weet het niet. We gaan het zien. Hallo lieve mensen, het is inmiddels behoorlijk wat later op de dag. Ik heb de hele dag niet doorgehad dat ik moest vloggen. Ik heb zo mijn gemak gehouden vandaag. Er is zo gechilled vandaag. Ik heb trouwens overigens wel wat aan hoor. Ik heb zo'n strapless ding aan. maar ja, ik heb gewoon zo mijn gemak gehouden vandaag. Dat ik gewoon helemaal vergeten ben te vloggen. Ik ben nu inmiddels boven. Ik heb mijn spullen lekker aan het klaarleggen voor morgen. Ik doe morgen mijn nieuwe rode jurkje aan. Dus maar hoe dat eruit ziet zien jullie wel in de nieuwe weekvlog. En ja, ik ga denk ik de vlog afsluiten. Mijn camera leegmaken. Misschien heb ik nog tijd om deze video even te editen. En dan kan ik hem morgen uploaden. Dus we gaan zien hoe dat gaat lopen. Maar in ieder geval... Was dit de weekendvlog. Ik bedank jullie voor het kijken. Doe deze video een blauw duimpje omhoog. Voor alle nieuwe mensen abonneer op mijn kanaal aan die kant. En kijk mijn vorige video terug aan die kant. En dan zie ik jullie heel erg snel weer bij een nieuwe video. Doeg!